Nu wel? Ja. Mijn naam is David Eelbode en ik ben een wiskundige. Nu, wat een wiskundige eigenlijk doet, dat is nieuwe wiskunde uitvinden door stellingen te bewijzen. Maar wat ik heb aangetoond, dat is dat wiskunde en humor zeer goed samengaan. Want ik heb namelijk een boek geschreven waarin ik vooral de klemtoon leg op de eerste lettergreep van fundamentele wiskunde. En dat is de fun. En ik nodig mensen daarin eigenlijk uit om door een humoristische bril te kijken naar de abstracte schoonheid van de pure wiskunde. En uiteraard steek ik onderweg ook wel de draak met de wetenschappers en de wiskundigen. En van die collega-wetenschappers kreeg je nu de prijs voor wetenschapscommunicatie. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ik ben daar uiteraard persoonlijk enorm blij mee, want ik heb daar heel veel tijd en energie in gestoken. Maar ik vind dat vooral ook heel belangrijk voor mijn vakgebied, omdat wiskunde typisch iets is waar mensen vaak schrik voor hebben, omdat het te moeilijk is of te saai. En op deze manier hoop ik toch om daar een klein beetje verandering in te brengen.